Breda Nu. Je weet het meteen. Op maandag 29 januari opende zorginstelling Thebe haar nieuwe locatie, Zorgcentrum Haga in Prinsenhagen. De opening werd verricht door wethouder Marianne de Bie. Nou, Luciusstraat, nieuw appartementencomplex. In november 2017 zijn we hier gaan wonen en vandaag is de officiële opening. Locatie Haga is hier, heeft hier zijn intrek genomen, maar het gaat hier ook met name om de heerlijkheid, het grote restaurant. Het oude gebouw was echt op. Daar hebben bewoners lange tijd gewoond. En we hebben nu hier een prachtige nieuwe locatie waar bewoners met veel plezier inmiddels wonen. Eigen appartement hebben. En daarnaast hebben we een restaurant, de Heerlijkheid. Waar mensen ook vanuit de wijk kunnen komen voor koffie en een hapje en een drankje. Thebe is een zorgorganisatie. Wij verlenen zorg zowel aan mensen die thuis wonen, dus door middel van wijkverpleging. En daarnaast hebben we in Midden- en West-Brabant 23 locaties waar mensen die wat meer zorg nodig hebben, dus langdurige zorg nodig hebben, bij ons wonen. Nou, vrijwilligers zijn voor ons echt onmisbaar. We hebben natuurlijk professionals, want bepaalde taken, met name verpleegkundige en verzorgende taken, daar heb je echt een opleiding voor nodig. Maar voor de ondersteuning zijn vrijwilligers van groot belang. Dus voor hulp in het restaurant, voor activiteiten, begeleiding. Nou, allerlei taken, ook afhankelijk van de individuele bewoner, zijn vrijwilligers voor ons echt onmisbaar. Wat we hier vooral willen is dat mensen die hier wonen, dat ze ook daadwerkelijk hier kunnen wonen en leven. Vandaar dat we het ook niet meer echt Thebe Haga noemen. Dus het is echt een appartementencomplex. En vanaf 1 februari gaan we hier ook samenwerken met de Stichting Zuidwester. Dus voor mensen met een verstandelijke beperking. Zodat we eigenlijk een kleine maatschappij weer hier onder een dak hebben. Breda Nu. Je weet het meteen.